Amsterdam. De wedstrijd begon 2:30. Hij had geregeld de leider taxis en met taxis naar het stadion. We kwamen bij Amsterdam aan en de hele selectie van Ajax stond er klaar om te beginnen. Dus wij hadden 5 minuten, 10 minuten de tijd om te kleden. Warme hub, nou ja goed, vroeger deden we niet zoveel in die warme hub. Want in de kleedkamer sprongen we wel een beetje en dan waren we klaar. Dus, in de wedstrijd begon dus, en als ik me niet vergis, ik geloof dat we voor de rust, ik denk 1 keer over het middenveld geweest zijn. Ik heb me nog heel goed herinnerd met Ole Fritsen. Dat weten jullie waarschijnlijk ook wel van, Ole Fritsen. En die kwam naar voren aan de linkerkant en toen zijn we over het midden geweest. En Piet Fransen stond 1,15 meter van de goal af. En Piet pakte de bal in 1 keer naar de voorzitter op. En het was de enige bal die de keeper doel kreeg, maar zat er wel in. Het was 0-1 en er bleef 0-1. Martin, we ontkomen hier aan om zeker nog een van de grootste mensen die van Leeuwen dat hij overleed, ongelukte bij Staphorst toen hij de prijs van de beste keeper van het seizoen in Rotterdam had opgehaald. En 1 dag voordat het GVV FC Groningen werd. Dat is, wat voor herinneringen heb jij aan Tony van Leeuwen? Dat was de beste clubkeeper ter wereld, werd er gezegd. Nou ja, Tony was ook in principe, hij is op dezelfde dag hier in Groningen gekomen als ik. En V. Pettersson, ook nog, Piet. Die kwam hier toe ook in 1963. Maar ja, zo'n keeper heb ik tot nog toe nooit meer gezien. En ook iemand die geweldig hard werkte nog. Had zijn baan erbij. Hij reed 50.000 in het jaar. Ja, zeker. Toen ik de mededeling kreeg van ik zat vroeger, liep ik met de melk. En op een zeker moment ga ik weg en ik ga de wijk in. En ik kom in de wijk en waar ik
Wim Visser woonde. Ik kom bij Wim Vissers in deur. En Wim zijn vrouw die komt naar buiten en die zegt tegen mij van, heb je het al gehoord, Piet? Ik zeg nee. Wat is er gebeurd? Tony heeft je doodgereden. Nou, ik heb die winkelwagen, ik weet niet waar ik langs gekomen ben. Maar ik ben weer in de loop teruggekomen. Ik heb mijn wagen weer neergezet en ik heb gewoon een hele dag een blackout gehad. Toen in de tijd ook, toen kregen wij Lien de Spiegels bij de wedstrijd nog eens op Amsterdam bij Groningen. En dat ze een parkeerkaart thuis laten nemen. Maar ze vergeten dus een parkeerkaart mee te nemen. Ja, Lien de Spiegels komt uiteraard overal naar binnen. En er staat zo'n steward, ik weet niet meer hoe die heet, die jarenlang heeft hij daar gestaan. En dus die stapt op die grote Mercedes af en meneer, heeft u een parkeercode? En waarop Michel zegt, nee, die ben ik vergeten, maar ja, ik ben Rinus Michels. Dat kent ze allemaal wel, zeg, wegwezen. Dat is toch prachtig, ga je op. Alle mensen, maar niet alle. En wij geven ook naar deze een afdruk van de grote. Hartstikke leuk. Dank u wel. Voor een prominente.